op weg in India. Van Varanasi naar Sarnath, een van de heilige plaatsen van de boeddhisten, de plek waar Gautama Boeddha, dus de historische Boeddha, zijn eerste preek hield. En dat doen we dan met een tempootje. Zo'n klein driewieldingetje zoals u hier ook ziet, maken vreselijk veel lawaai op weg naar Sarnath. Maar het is niet zo ver, een kilometer of 15 van Varanasi van Benares. Dus dat is te doen. Een half uurtje rijden en dan kom je bij deze plek, waar een hele grote stupa staat en heel veel andere dingen. We gaan eens rondkijken. Goedendag, ik sta hier in Sarnath. Dat is de plek waar de Boeddha zijn eerste preek gaf. En dit heet hier ook, de plek wordt wel genoemd, de Sermon on the Deer Park. Dit zou dus het hertenpark geweest zijn. Er staat een hele grote stupa. En ik sta hier voor een soort altaar, waar blijkbaar een grote waarde aan gehecht wordt. Want er wordt zoveel goud kleine stukjes bladgoud is erop gezet. Je ziet daar ook een pentagram. En dit is dus een plek die in ieder geval een soort magische betekenis heeft. Hier op ongeveer 15, 20 kilometer ten noordoosten van Benares. Oftewel Varanasi. Varanasi is heel erg hindoe georiënteerd. Er staan een paar moslimtempels. Maar dit is dus een plek die voornamelijk te maken heeft met het boeddhisme. Een van de vier belangrijkste plekken van het boeddhisme. Dat wil zeggen dus een plek waar de Boeddha zijn eerste preek gehouden heeft en ook de eerste boeddhistische orde heeft ingesteld. Het monniken deel van het boeddhisme. Het lijkt nu niet veel meer dan een ruïne, maar ooit heeft hier de Muganda Kuti tempel gestaan. 61 meter hoog. En enorm groot. En daar stond bijvoorbeeld ook een Ashoka-pillar. Ashoka was een van de vroege Indiaanse heersers en veroveraars. En die liet overal pilaren neerzetten. Hele grote dingen. Bekroond vaak met hele mooie beeldhouwwerken. En die Ashoka-pillar die is wel heel belangrijk. Die namelijk de pilaar die ze hier gevonden hadden, de kroonsteen ervan, zeg maar, het bovenste gedeelte, is verwerkt in het wapen van India. Er is ook een museum in Sarnath en daar bewaren ze dan een afgietsel van het ding, want het echte ding staat weer in een ander museum. Maar het is wel de plek waar ze dat dus gevonden hebben. Overigens dus nu een ruïne, omdat in de loop der tijd natuurlijk heel veel verschillende heersers en vorsten in dit gedeelte van India aan de macht zijn geweest. Moslimvorsten die dan weer op dit soort plekken bijvoorbeeld begonnen met het bouwen van moskeeën. Maar dat ging heen en weer. Dus aan de ene kant werden de hindoe-tempels dan verwoest. Aan de andere kant kwam er dan weer een hindoe-heerser. Dan werden de moskeeën weer weggehaald. Iets wat tot in onze tijd is doorgegaan. Die Ashoka was overigens wel een van de grondleggers van het India. Hij was iemand die rechtspraak bracht en met zijn pilaren, waar dan weer allerlei dingen op ingegraveerd waren, een soort structuur bracht. De edicten van Ashoka zijn ontzettend belangrijk dus. En er zijn op verschillende plaatsen van die pilaren gevonden. De stupa, dat is een enorm ding. En dan denk je, er zit wat in. En dat is misschien ook zo. En zoals op dit bord staat, is er dan door een Engelsman op een gegeven moment is er gegraven. Meneer Cunningham, die is in dat ding gaan graven van bovenaf. En die heeft ook oudere resten gevonden. Maar eigenlijk is zo'n stupa dus gewoon een ding gevuld met aarde. Het idee is dus wel dat er misschien resten van de Boeddha in begraven zijn. Misschien is dat nooit gevonden. Misschien zit het er nog in. Misschien een bordje van de Gautama Boeddha, de historische Boeddha. Maar in ieder geval,
Veel zit er niet in. Je kunt dus niet in zo'n stupa. Het is gewoon een soort herdenkingsheuvel. Maar aan de buitenkant natuurlijk wel heel mooi afgewerkt. Allerlei patronen. Je ziet daar heel veel stenen. Zoals ook een aantal in de er is natuurlijk ook veel geplunderd. De mooiste stenen zijn weggehaald. En ze hebben nog weer wat daar neergelegd. Om aan te tonen wat er in dat gebied eigenlijk allemaal te zien was. Maar de stupa zelf, die is dus een heel monumentaal gebouw waar mensen dan naartoe gaan. En ook met goud, dat zag u, dat weer beplakken. Op diezelfde plek is ook een giant tempel. Dat is een iets afwijkend geloof. We gaan dadelijk nog wel even binnenkijken in die giant tempel. Maar dat zijn mensen die zich nog veel formeler houden aan allerlei regels. Bijvoorbeeld het niet doden van dieren. Een giant priester draagt ook geen kleren. Want dat is allemaal gemaakt van bijvoorbeeld zij of leer. Dat zijn priesters die dus naakt door het leven gaan. En vaak nog iemand voor zich uit laten lopen. Die de beestjes weghaalt. Want ze willen zelfs niet een klein insectje doodtrappen. In de vorm van en hier ziet u wat op de kop van die Ashoka pillar gestaan heeft. En wat verwerkt is in het wapen van India. 4 leeuwen. Een indrukwekkend beeld. 4 van die leeuwen die dan ook nu hier natuurlijk in Sarnath op allerlei plekken terugkomen. De Sermon on the Deer Park. Ja, het hertenkamp. En dat hebben ze behouden. Of je zou kunnen zeggen, ze hebben dan natuurlijk weer een nieuw hertenkamp gemaakt. Want Gautama Boeddha leefde in de 6e eeuw voor Christus. Nou, in die tijd zal er wel wat gebeurd zijn. En ook die enorme stupa staat er dus, zeg maar, sinds 200, 300 voor Christus. In de Mauriaanse periode. En daarvoor hebben ze wel resten gevonden van andere heiligdommen. Want het zal altijd dus wel een belangrijke plek geweest zijn. Nou, naast herten hebben ze er ook een soort dierentuin van gemaakt. En kijk eens, zelfs allerlei enge kaimanachtige. Zo'n krokodil die natuurlijk ook in India voorkomt. Maar dit zijn wel heel grote. En in de Ganges hebben we ze in ieder geval niet gezien. Het is een beetje een attractiepark geworden. Er komen heel veel mensen. Ook veel hindoeïstische mensen. En we zeiden al, er is een giant tempel. Er is ook een boeddhistische tempel nu gebouwd waar monniken wonen. Maar ook heel veel scholen komen op bezoek. Het is gewoon een plek waar heel veel mensen naartoe komen. Die dan een aantal attracties krijgen aangeboden. Zoals deze herten die daar dan rondwandelen. En natuurlijk ook tempels die je kunt bezoeken. Er zijn een aantal specifieke boeddhistische tempels. En die giant tempel dus. Maar er is eigenlijk nog veel meer. Je kunt een hele dag bezig gehouden worden. En men ziet het toch wel als een belangrijk cultureel erfgoed. En zoals op zoveel plekken zijn er dus nu de laatste jaren worden er door andere landen, bijvoorbeeld in de boeddhistische landen, bijvoorbeeld Nepal, maar ook Thailand, worden er tempels en tempelcomplexen gebouwd. Men wil dus op zo'n plek. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de geboorteplaats van Boeddha. Daar zeg maar nieuwe heiligdommen bouwen. Geschonken door boeddhistische landen. Taiwan bijvoorbeeld geeft heel veel geld uit. Allerlei landen die zich daarmee bezighouden. En zich als het ware willen presenteren op die 4 belangrijke plekken. Waar de Boeddha dus geweest is. Nou, hier is een andere tempel die daar staat. De Mulaganda Kuti Vihara, want de Sakyamuni Boeddha, dat is dus de Gautama Boeddha, de prins die in het noorden van India en feitelijk in het zuiden van Nepal woonde, nog net voor de Himalaya en die dus de historische Boeddha is geworden en die is hier komen preken in de Deer Park, maar het was natuurlijk ook iemand die er dan verbleven is. En kijk eens, al die schoolkinderen
Indiaanse schoolkinderen keurig in het uniform komen hier kijken. Naast het boeddhisme dus Jainisme. En we gaan eens kijken wat de verschillen zijn. Om te beginnen eens even de handhoudingen in het Jainisme. We gaan even uitleggen wat de verschillen tussen al die dingen. Dit zijn de Jain people. Die houden hun handen zo. This is the Hindu people, yes? And this is the preaching. And this is the Buddha people. Oké. En nu gaan we naar een Jain tempel. Very much big. Dit is Mahabida en dat is dus de man voor wie deze giant temple, die pas 2 jaar oud is, is gebouwd. En hier is dus die speciale handhouding, die gevouwen handen van de Jain, goed herkennen. Een tempel met afbeeldingen, dat zie je heel vaak in India. Dat komt natuurlijk omdat de mensen ook moeilijk kunnen lezen. Het Jain geloof hoort samen met het boeddhisme en het hindoeïsme tot de oorspronkelijk Indiaanse geloven. En er is ook wel een beweging, en de Dalai Lama pleit daarvoor, om die geloven weer wat meer naar elkaar toe te brengen. Met name vanwege de steeds toch maar weer wat opdringerige moslimgelovigen. De fundamentalistische moslims bijvoorbeeld in Afghanistan, maar ook in Pakistan. Er is toch altijd strijd met India. En er is een soort beweging om die drie geloven, Jainisme, het boeddhisme en het hindoeïsme. En daar valt dan ook weer het Sikh geloof onder. Wat meer bij elkaar te brengen en in ieder geval meer overleg te plegen. Deze plek, Sarnath, is ook bekend als de plek waar de 11e Sirtankara, dat zijn de heiligen en de leiders van de Jain geloof. En die man heette Sri Jansananta. Ze is gestorven en zijn laatste dagen heeft doorgebracht. Jain priesters, vooral de belangrijkste, lopen dus naakt, helemaal naakt rond. En er loopt iemand voor ze uit om te zorgen dat ze zelfs niet een onschuldig insectje doodtrappen. Het leven is dus heilig. En de Jains hebben bijvoorbeeld ook in Benares hun eigen ghats, hun eigen plekken waar ze, net als de Hindoes, het bad nemen in de heilige Ganges. Er zijn veel overeenkomsten, maar dus ook enige verschillen. En met name aan de handhouding kun je zien dat het Jainisme toch iets anders is. Ook de vorm van hun tempels is duidelijk wat anders. De priester die hier woonde overigens, moet het dus weer hebben van de giften. En hij beheert de Sri Digambar Jain Tempel. Dus in Sarnath, de plek die voor het boeddhisme van belang is, maar dus ook voor het Jainisme. Sarnath, een prachtige tuin hebben ze er aangelegd, waar de resten van heel veel tempels die hier zijn en die gedateerd zijn ergens tussen 300 voor Christus en 1200 na Christus. En dat betekent dat ze eigenlijk al heel vroeg in de tijd hier gebouwd zijn. Nadat
hier de eerste preek van de Boeddha zelf. Nadat hij tot verlichting was gekomen in Bodh Gaya, nadat hij hier zijn eerste preek hield voor 5 discipelen. De Sermon on the Deer Park, zoals dat heet. En dat wordt ook wel genoemd de Dharma Chakra Pravartana. The Turning of the Wheel of the Law. Het draaien van het wiel van de dharma, van de boeddhistische uitgangspunten. En er zijn dus in verschillende tijden verschillende tempels gebouwd op verschillende plekken. Kloosters, die befaamde Asoka-pillar die hier staat. Het is altijd een heiligdom geweest hier. De stenen die hier nog bewaard zijn gebleven, veel staat er niet meer. Wat er is overgebleven zijn eigenlijk bakstenen funderingen meest van de tempels. Maar dus ook de fundering van die Asoka-pillar. En alles bij elkaar is wel een heel groot terrein. En wat ons betreft weer tijd om terug te gaan naar Benares met zo'n tempootje. En hier zelfs het laatste stuk met een rikshawalla. Een man die voor je fietst. En dat gaat nog wat langzamer, maar is wel het gebruikelijke vervoermiddel in grote steden zoals Benares. Men verdient daar een paar roepies mee. En het is in ieder geval een stuk milieuvriendelijker. I'm not.